Naps, what up? What up? Ja, een uur of half zes, al te laat. Komt er naar Patrick in de veronderstelling was dat we 6 uur gingen. Ondanks dat we 2 dagen geleden hebben afgesproken om 5 uur bij mij te verzamelen. Ik zal er maar niks over zeggen. We gaan nou vertrekken, hoop ik. Gewoon rollen, alles erin als het goed is. Missen we nog wat? Dat heb ik niet meegekregen. Kijk, biertjes. Belangrijkste, hè? België. We hebben heel lang in de file gestaan. Nou, we gaan nou richting Frankrijk. Kom man. Once your letter has been displayed or called, please rejoin your vehicle and proceed to the boarding area. Boarding closes 15 minutes before departure. Ja, oké. Okay. L, we hebben F. Dank u. Dank u. Merci beaucoup. Is dat man of een vrouw? Even serieus. Ik kan het echt niet zien. In the unlikely event of an emergency, follow the instructions broadcast over the public address system. Ja, wat af? Shown on the overhead visual display panels. Ja, leuk. Vermaak me. Waar is het? Should an incident be detected in your carriage, the following alarm will sound. Sound. Ja, hij is helemaal gepimpt. Ja, je ziet de dikke rims erop. Gewoon vette shit. Alles aan boord. DVD-spullen. Ja, dat is ook gewoon echt. Navigatie. Dat is ook gewoon echt. Stuurbekrachtiging. Dat is ook gewoon echt. Airco. Dat is ook gewoon echt. Niks van gelopen. Een luxe hangdingetje langs stoel. Poh. Dat is gewoon echt. Bijzonder veel bagageruimte. Dat was een duur, hè? Nee, dat is gewoon echt. En zo doen we die shit, hè? Westside. Oh shit. Ja, dat is wel knap, man. Nee, dat is een ghetto shit dit. Oh. Yes, Bronx. Er is niemand. Ik wil niemand in. Maar het is koud en er is niemand in. Laat het nog een keer aanhalen, of niet? We lopen nu naar Piccadilly Station. Daar halen we onze Mike op. Mike UK. En we gaan bier drinken en flyeren in de stad Manchester. Dat is het ding. Zoiets. Ja, meer gaan wij niet doen. Ik heb de eerste heb ik al bij en die is België. Scout. Ozan in Engeland. Ja man. Tracks are on it.
Krippenkoi. Dat is een vol biertje. Oh no. Oh dear, that's not good. Ja, ja. Dat is eigenlijk leuk. En die gang is hier. Never heard of them before, and I just thought they were really good. They got the crowd really hyped, which is quite good to do with hip hop. And I think, you know, Dutch hip hop could be big. I've never heard it before, but today it showed me that it's something different to listen to as well. Liking it a lot, yeah. Glad to be the first person to get it as well. I think the public was enjoying themselves. We love Last Crusaders! Woo! Ja, we gaan naar Reading, naar het Ibis Hotel. Yeah. Hopen dat de douche daar wat beter is. Het water iets minder naar chloren ruikt. Ja, vanuit daar gaan we wel weer zien waar we vanavond weer terechtkomen. Dat is een mooie ontwikkeling. Zo, ik ben klaar. Kom, we gaan. Yeah, we zijn in Reading. Eindelijk. We hebben vanaf Manchester ongeveer 4 uur gereden. We staan nog midden in het centrum. We hebben hier de Ibis Hotel. En in de lobby hebben we alle shit neergegooid. Oh, wat zijn die buiten? Wat is het leven erbij? Wat is het? Was een Crusaders. Wat kind of music is he have? Sorry? What kind of music do you play? Hip-hop. Hip-hop? Yeah. Check de crib. Dat is nice. Hier ligt alle spullen, dus de kast. Moet je even overheen. Dit is de spiegel. Hier doet Nappie altijd zijn dansjes voor, voordat die repeteert hij altijd nog even een keertje voordat hij gaat optreden. We hebben hier een heel goed systeem, dit is onze koelkast. We hebben koud water in een bakje en dan gaat ons bier gaat erin. Op die manier. Maar goed, dit is onze crib. Fuck him all. Fuck him. Ik weet eigenlijk nog eens zien hoe laat het is. Zondag 12:15. Ik weet wel dat ik echt een moeilijke kater heb, echt te eng.
erger nog als gisteren. En nou gaan we lekker een ritje doen van 4,5 uur of zo. Wat appers? Ja, goed. Hoe was gisteren? Leuk. Leuk. Veel bier. Hier is de pub. Club, drum and bass, UK Underground. Vette shit. Erg vet. Druk, heel druk. Maar ik denk dat je het best aan Sora kan vragen. Sora heeft eigenlijk kennis gemaakt met de Engelse gastvrijheid, zoals, ja. Die, zoals die is. Een aantal van ons hebben hier geslapen in het Ibis Hotel. Wat? En, is aankomst. Ik ben nou het TomTom aan het fixen. We moeten nog wel een keer tanken. Maar we gaan nu richting York. En daar zit Taco, een of andere Vlaamse gast, relaxed dude. Die daar gaan we een laatste optreden doen. Ik hoop dat daar in ieder geval lekker druk wordt. Dat is de andere shows. We moeten nog wel tanken onderweg, hè? Ga er wel vanuit. Alright, we zijn tankstation halverwege richting York. En dat is ook hier echt geniale shit. Je kunt hier gewoon iets uit de koelkast pakken. En die gooien ze hier rechtstreeks onder een grillplaat. Alleen ze weten helemaal niet meer wat van wie is, dus ze roepen alles maar door elkaar heen. Wel door. Oké, we zitten nu ongeveer op anderhalf uur van York. Dave loopt vast naar binnen om te pissen. Ik moet ook erg nodig. Ik blijf nog even voor de road report. Het is erg leuk in de auto. Nap je niks, een beetje cd's aan het shuffelen. Een beetje die hip-hop classics aan het pompen. Zor is gewoon weer nog erbij aan het komen. Dat zal de rest van de dag ook nog wel duren. Gisteravond was erg leuk. We zijn begonnen in een Ierse pub met een show. Ja, heel apart. Ik ga daar nog niet zo heel verder veel over zeggen. Dat is misschien wijs. Daarna zijn we naar een UK underground party geweest. Ergens in een kelder. Drum en bass. Mooie vrouwen. Harde muziek. Ja, mooie vrouwen. Had ik al gezegd, hè? Veel bier. Dat was eigenlijk mijn beleving. Dat was echt fucking koud in Engeland. Echt vervelend koud. Gewoon echt. Ja, ik zo op de een groot bord, local traffic only. Dus ja, dat toen wel eens. Nee, nou niet, maar als je hem omdraait, dan weer wel. Dat stukjes kunnen we niet. Certificate 18, we zijn boven bij een soort van backstage, meer een bovenstage. En dit is onze slaapruimte. En er is niet echt een bed, maar wel een bank met nep bloed, want er is een of andere rare gothic feest geweest. En een heel mooi schoon tapijtje waar we op kunnen slapen. Maar ja, het gaat er goed komen. Het is wel een vette kroeg in ieder geval, vette tent. En Taco, degene die ons hier neergezet heeft, Vlaams, kunnen we goed mee. Oude hoeren, stellen als watjes erin gooien en we zien het wel. I'm gonna be
Crusaders, Holland's finest. Last Crusaders did a big set in Certificate 18, York City. Small scene, but you know, we're getting it rowdy. You know, you come down, you rock the night. Bare people know you now, do you know what I mean? No one's going to step to you. Holland's finest. Big up Last Crusaders. Man, het is nog 10,5 uur voordat we bij de kuttunnel zijn. En dan zijn we eigenlijk nog maar op de helft, want dan gaan we door die tunnel onder de zee door. Patrick, hoe valt de instant tandenborstel? Wat is het gezien? Het is wel fris. We in ieder geval even ontbijten. Even roken. Wat drinken. Even naar de wc. En all that. Dit is. Mag je even vertellen waar je eetuig bestond deze tour? Ik heb niet heel veel gegeten, moet ik zeggen. Dus voor mij doen niet zo. Nee, echt waar, helemaal. Eet op tour. Redelijk goedkoop. Ik heb granalen, gefrituurde granalen dingetjes op. Chocola. Pizza. Heel ruisgerecht. Chips en cheese. Gewoon friet met gesmolten kaas eroverheen. M&M's. Broodje bij de tankstations. Blauwe M&M's. Sandwiches van de Subway. Nou, we hebben Mars op. Ja, iets meer houden. Snickers. Ik herinner me een vis en chips. Echt zonder enige smaak. Hoe dan ook. Muffins. Ik heb gisteren een muffin als avondeten gehad en een stukje pizza. Was het? Pizza. Pizza heb ik een keer naar binnen geschoven. Blauwe M&M's. Was hier ook. Ik weet niet, ik heb iets meer bier gedronken eigenlijk als dat ik heb gegeten. Ja, dat hebben we s'nachts gegeten. M&M's met pinda's. Ja. Seks! Alleen zo. Dat is ook mooi. Erg dope. Veel vette shows gedaan. Goed merchandise verkocht. Nou, dus natuurlijk als je Engelstalig hebt, dan... Ja, het is geen beperking om in het buitenland te gaan spelen. Dus waarom daar niet gebruik van maken? In ieder geval, we hebben hele vette shows gegeven en we komen zeker terug naar de UK. Yeah.